reactiesnelheden uitdrukken of uitrekenen, hoe doen we zoiets? De definitie van reactiesnelheid is de verhouding van de verandering van de concentraties van de reagentia en de producten tot de tijd waarin deze optreedt. Moeilijk geformuleerd. Gewoner Nederlands klinkt dat als de snelheid waarmee de concentratie van de linkerstoffen afneemt of waarmee de concentratie van de rechterstoffen toeneemt. Dus hoeveel mol komt er rechtsbij in een seconde tijd? We hebben het over gemiddelde snelheden. Die gaan met van die haakjes over van dit tijdstip tot dit tijdstip in een zeker interval. En ogenblikkelijke snelheden. Hoe snel gaat het nu vooruit? Ook voor activiteit en fysica is dat een beetje dezelfde redenering. Eenheden zijn niet kilometer per uur of meter per seconde, maar hoeveel mol verdwijnt er in een liter plaats en in een seconde tijd? Mol per liter en per seconde dus. Eerst iets over de gemiddelde reactiesnelheid. Gemiddelde reactiesnelheid met van die haakjes rond. Mol per liter en per seconde. Het is dus de verdwijning van de reagentia in een zekere tijd. Hoeveel verandert de concentratie van stof X in die tijd? Dus hoeveel mol per liter komt erbij? Of hoeveel mol per liter verdwijnt er elke seconde? Voor een simpele reactie van stof A die omzet in stof B, wordt dat bijvoorbeeld de verandering van concentratie van stof B. Hoeveel is er gemaakt? Of min de verandering van de concentratie van stof A. Want A is een verdwijnende stof. Delta betekent namelijk altijd je nieuwe waarde min je oude waarde. Dus als dat over verdwijnen gaat, ja, dan zijn er nieuw veel minder dan oud. Dan heb je een negatief getal. Snelheden zijn immers altijd positief. In het algemeen moet je niet alleen rekening houden met dus die tekens, maar ook met de coëfficiënten van stoffen in de vergelijking. Sommige stoffen hebben namelijk een coëfficiënt 2 of 3 en veranderen sneller in concentratie dan andere. Dus we veranderen die definitie een klein beetje. Gemiddelde snelheid wordt de verandering van de concentratie van jouw stof, een reagens of een product, je mag kiezen, want we gaan er absolute waardes van maken, in een zekere tijd, in seconden, en die coëfficiënt die houdt er rekening mee of dat we dus veel stof zien verdwijnen of weinig stof, afhankelijk van hun coëfficiënt in de vergelijking. We delen dus door Q, de coëfficiënt van die stof X. Oké, waar moet je wat op letten? Concentraties, ja, we werken daar misschien soms niet zo graag mee. Vandaar dat we het ook kunnen omrekenen naar mol. Hoeveel mol van stof X verdwijnt er of wordt er gevormd in die tijd? De tijd weer in seconden, het volume waarin de zaken plaatsvinden en die coëfficiënt. Dan hebben we concentratie vervangen door mollen in een zeker volume. Het volume blijft constant, het zijn de mollen die veranderen. Als we ogenblikkelijke snelheden willen berekenen, dan moeten we zorgen dat we dat interval zo kort mogelijk nemen. In de limiet gaat dat zelfs naar 0. Dus in de limiet, voor de tijd gaande naar 0, hoeveel is die concentratie dan veranderd? Zeer moeilijk te bepalen. Ja, limieten is niet zo handig om mee te werken. Grafisch en door extrapoleren, door binnen een bepaalde zone iets te weten en dan te denken wat zal er daarbuiten gebeuren, is dat soms mogelijk om dat te vinden. Vandaar dat men de andere toer is opgegaan. Er zijn twee wetenschappers geweest, Cato Maximilian Gulberg en Peter Wagen, en die hebben een snelheidsvergelijking opgesteld om op een welbepaald tijdstip toch die V te kunnen uitrekenen. Ze hebben het als volgt geformuleerd. De ogenblikkelijke reactiesnelheid, dus op dit ogenblik nu, is recht evenredig met het product van de concentraties van de reagerende stoffen. Dus je moet maal doen. Wat moet je maal doen? De concentraties van de stofjes die met elkaar moeten botsen. En hierbij moet je elke concentratie verheffen tot een zekere exponent. En die waarde moet gelijk zijn aan de waarde van de coëfficiënt in de vergelijking. Anders weergegeven. Als je A keer stof A hebt en B keer stof B,
en die vormen C keer stof C en D keer stof D, dan is de waarde voor de snelheid op dit tijdstip t gelijk aan een constante ergens, maal de concentratie van stofje A tot de macht A, op dat tijdstip. Die t'tjes mag je gerust weglaten achteraf. Maal de concentratie van stof B tot de macht B, omdat zijn coëfficiënt B is. En die waarde voor K, dat noemen we de reactiesnelheidsconstante. Dus de snelheid op dit ogenblik tijdstip t, in mol per liter en per seconde, is voor elke reactie een constante, typisch voor die reactie. Elke reactie is een eigen constante. En dus de concentraties van die stofjes staan daarin. K is dus typisch voor elke reactie. En er is nog een maar aan die concentraties. Vaste stoffen hebben namelijk geen concentratie. Zij zijn niet met zoveel mol per liter verdeeld in de oplossing. Ze liggen daar ergens op de bodem. Dus vaste stoffen komen daar niet in voor. Ik heb een paar voorbeeldjes. Stikstofgas met waterstofgas vormen ammoniak. De uitdrukking voor de snelheid op elk ogenblik, ik laat dat t'tje wel weg, je ziet dat wel, is de snelheidsconstante typisch voor deze reactie dan, maal de hoeveelheid stikstofgas, de concentratie, en de concentratie waterstofgas tot de derde macht, omdat er een 3 voor staat. Twee keer stikstofdioxide vormt die stikstoftetroxide. De snelheid is k maal de concentratie van NO2 tot de tweede macht. Magnesium en waterstofchloride maken magnesiumchloride en waterstofgas. V is gelijk aan k maal de concentratie van magnesium, maar daar staat een rode streep door, want magnesium is een vaste stof. Die staat daar dus niet in. HCl tot de tweede, dat is de uitdrukking. Een volgend stapje gaat over de orde van een reactie. We kijken eerst naar reacties die in één stap gebeuren. Dus, in één keer komen alle reagentia elkaar tegen, ze hangen als een druiventros bij elkaar en ze vormen iets nieuws. Exponenten zijn dan mooi gelijk aan de getalletjes uit de vergelijking, de coëfficiënten. Daar hoef je dan niet aan te twijfelen. In deze vergelijking, als dat mooi klopt, dan is stikstofgas tot de eerste en waterstofgas tot de derde, dat hebben we al verteld. En dan zou de orde 4 zijn. En waarom is dat 4? Omdat je exponenten 1 en 3 daarvoor bij elkaar moet optellen. Dus de globale orde van een reactie is de som van al je exponenten in de snelheidswet. Als dat allemaal in één stap gebeurt, dat is de voorwaarde. Dus die 4 moleculen komen elkaar tegelijkertijd tegen. Anders klopt het niet. Voor dit tweede voorbeeldje hier zijn, is dat stikstofdioxide tot de tweede. De orde is dan 2, als dat allemaal mooi in één stap gebeurt. En voor deze laatste was de orde ook 2 en dus niet 3. Magnesium viel daaruit. Voor eenstapsreacties dus. Niet alle reacties gebeuren in één stap. Soms komen moleculen elkaar tegen, ze vormen al iets nieuws en dan zoeken ze nog een reagens op en zo verder. Dan werk je in een aantal stappen om van reagens tot aan product te geraken. En die snelheid wordt voornamelijk bepaald door de traagste stap. Als de eerste stap een minuut duurt en de tweede een seconde bijvoorbeeld, dan is dat die eerste stap die de totale tijd bepaalt. Een minuut of een minuut en een seconde, dat is dan eigenlijk hetzelfde. Ja, die exponenten zijn dan niet zo makkelijk te vinden. Je zou kunnen zeggen, we gaan de coëfficiënten van die trage stap gebruiken. Ofwel kun je ook zeggen, we gaan gewoon een proef doen en we zien wel wat het oplevert. Uit veel metingen kun je dan wel die vergelijking halen. Een voorbeeldje van zo'n reactie waarbij dat niet helemaal klopt met die coëfficiënten. Twee keer waterstofperoxide vormt water- en zuurstofgas. Dan denk je, het is H2O2 tot de tweede macht, maar experimenteel vindt men dat het maar tot de eerste macht is. Dus die reactie loopt niet in één stap. Vier keer waterstofbromide met zuurstofgas, dat zouden al 5 moleculen zijn die elkaar tegelijkertijd in een botsing moeten tegenkomen. Dus een 4 en een 1, dat is in de praktijk niet waar.
Het is 1 en 1. Dus 1 waterstofbromide en 1 zuurstofgas komen elkaar eerst tegen. Dan pas gebeurt de rest. 2 keer die stikstofpentoxide. Tot de tweede macht verwachten we orde 2. Blijkbaar is de orde maar 1. De globale orde is dan de som van al die exponenten, zoals al verteld. Je kunt ook voor voorbeeldjes zeggen, het is van de zoveelste orde voor die stof en van de zoveelste orde voor die stof. Nog een paar voorbeeldjes dus. 2 keer die stikstofmonoxide. Experimenteel vindt men dat de snelheid gelijk is aan k, dus die concentraties komen daar helemaal niet in voor. Als daar geen concentraties in voorkomen, dan is de orde 0. En voor N2O is dat automatisch dan ook 0. Voor deze vergelijking, we hebben die daarnet al gehad, experimenteel vindt men die stikstofpentoxide tot de eerste macht. Dat is ook de globale orde van de reactie, en voor die stof is dat ook 1, omdat hij tot de eerste macht staat. 4 keer waterstofchloride met zuurstofgas. We vinden niet tot de vierde macht, maar tot de tweede macht voor waterstofchloride. Globale orde is 3, 2 plus 1. En het is van de tweede orde voor HCl, zijn exponent is 2. En voor zuurstofgas is dat 1. Ja, dit zijn nog een keer dezelfde voorbeeldjes in het groot.